Voorzitter, ik wil graag een hoofdelijke stemming. Oh. Kan dat? Ja. Ja, en vindt u het nodig om gewoon... Zeker, ja, ja. Maar ik heb nog niet eens gevraagd wat anderen ervan vinden. Ik ga geen conclusie trekken, maar dan heeft het geen zin kennelijk om te weten of... Ja, zo grappig is het helemaal niet. Ja, dat is de heer Van Raak. Ik zit gewoon te zoeken, want ja. De collega's hebben nog niet eens gezegd of ze het wel of niet zouden steunen. Als er een debat wordt aangevraagd, ja. Dan kan een fractie zeggen dat steunen we of dat steunen we niet en daar een toelichting op geven. Als we nu bij elk debatverzoek voortaan hoofdelijk gaan stemmen, dan wordt het hier echt een circus. Dus ik zou al een beroep willen doen aan alle Kamerleden, ja, dat we onszelf niet op deze manier belachelijk maken. Dan kijk ik ook naar u, meneer Azarkan. Het is uw goed recht om dat aan te vragen. Maar het is wel zo dat bij alle instrumenten die wij te vaak gebruiken, daar gaat het effect ook vanaf. En daarom zeg ik het. Maar het is uiteindelijk aan u. Ik vind het goed als ik ook even collega's vraag. Willen reageren? Nee, dan ga ik toch naar iedereen die daar staat. En dan mag u daarop reageren. Mevrouw Helder. Ja, voorzitter, over het verzoek van de heer Azarkan. Ik heb begrepen dat de politie helemaal geen inbreng heeft mogen leveren op die documentaire. Dus het is heel eenzijdig, dus wij steunen het niet. Dan ga ik naar de heer Van Dam, CDA. Ja, voorzitter, even puur een punt van orde. Als we nu niet hoofdelijk gaan stemmen, dan kan ik zeggen wat ik ervan vind, lijkt mij. Als we dat wel gaan doen, dan doe ik dat door middel van een stemming. Dus wat dat betreft, ja, dan heeft het eigenlijk weinig zin. Dat bedoelt u, als het toch hoofdelijk wordt gestemd... Ja, mag ik toch een vraag? Ja, natuurlijk, mevrouw Den Boer. Dan weten we ook of... Voorzitter, ik zal heel snel zijn. De indringende verhalen, steun voor het debat. Maar ik zou wel willen zeggen, laten we dat al doen als we die brief van die minister ook hebben. Zoals hij net heeft toegezegd tijdens het vragenuur. Ja. Het kan zomaar zijn dat er een meerderheid voor is. Dan hoeft u niet hoofdelijk te stemmen, meneer Van Dam. Daarom doe ik dat. Mevrouw Buitenweg, namens GroenLinks. Ja. Ik steun het debat. Ik vind het fijn inderdaad als er ook een brief komt. Ik zou echt een beroep willen doen op de heer Azarkan om niet tot een hoofdelijke stemming over te gaan. Omdat dit namelijk het begin is van heel veel hoofdelijke debatten, heel veel hoofdelijke stemmingen, zowel op dinsdag als op donderdag. En ondertussen zijn er dan allerlei vergaderingen. Daar worden we dan in gestoord. Dat is ook onze core business. Ik denk dat we het echt onszelf niet moeten willen aandoen. Want als dit het begin is, ik bedoel, dit is een heel belangrijk onderwerp. Er zijn ontzettend veel belangrijke onderwerpen. En dan lijkt het bijna alsof het een soort maatstaf is om aan te geven dat het belangrijk is. Maar de meerderheid blijft de meerderheid, zoals die hier gewoon ook uitgesproken wordt door de mensen. Dank u wel, mevrouw Buitenweg. Mevrouw Ploemen, steun voor het debat. Even kijken. De heer Stoffer. Steun voor een brief, niet voor het debat. En zo zitten wij er alle drie in, dus voor ons is de hoofdelijke stemming niet nodig. De heer Van Raak. Het is net onderwerp geweest bij het vragenuurtje. Daar is ook een toezegging gedaan voor een brief. En het lijkt me ook goed om het debat te steunen op het moment dat wij die brief hebben gekregen. Dus voorlopig niet, maar afhankelijk van... Ofwel. Een voor het debat, maar ik wilde ook aangeven dat we het dat al eerder besproken hadden. Als die brief er is. Mevrouw Laangezelschap. Geen steun voor het debat. Mevrouw Van der Graaf, ChristenUnie. Wel steun voor het debat, maar ook pas als er een brief ontvangen is. Oké, de heer Gelijnsen. Na ontvangst een brief, steun voor het debat. Even kijken. U heeft geen meerderheid, meneer Azarkan. De heer Van Dam heeft een... Ik wilde ook nog zeggen dat ik geen steun aan het debat geef, maar ik had eerder een procedureel punt gemaakt en nog niet in De heer Azarkan heeft aangegeven dat hij aan het begin dat hij een hoofdelijke stemming wil houden. Maar, ja, dan kijk ik even naar de heer Azarkan. De heer Azarkan. Wat is uw vraag? Er zijn opmerkingen gemaakt. Wat is de vraag? Ja, wat is uw vraag? Ik wilde graag reageren. U geeft aan eerst een rondje te maken. Ik heb aangegeven aan het begin, en dit is de eerste keer. Ik ben nu anderhalf jaar lid van de Tweede Kamer. Het is de eerste keer dat ik het aanvraag. Ik hoor in de woorden van de heer Van Raak zo'n laffe arrogantie van als we dat elke dag gaan doen. Nee, het gebeurt niet elke dag. Nee, het spijt me. We gaan hopelijk stemmen. Als het, dit heeft geen zin. Mevrouw Van Torenburg. Ja. Voorzitter, ik wou even alleen namens mijn fractie aangeven dat ik het wel heel jammer vind. Er zijn natuurlijk een aantal debatten die daar zijn ministers en staatssecretaris voor gevraagd om het debat te voeren. Ja. Ik vind het heel erg jammer dat we niet meer op de inhoud komen terwijl dit ritueel hier moet worden gevoerd. Ja.
En ik deel alle zorgen over de inzet van onze instrumenten. Hoofdelijke stemming is groot goed, maar daar horen we zorgvuldig ermee om te gaan. En ik vind dat jammer dat dat bij te pas en onpas en bij de regeling zo wordt ingezet, zeg ik even erbij. Maar het blijft een individuele recht van Kamerleden. Het woord is aan de griffier. Kuik. Kuik. Kuiken. Koezel. Quint. Laangezelschap. Lassien. Koopmans. Kops. Kreuger. Krol. Voor het voorstel hebben 61 leden gestemd, daartegen 74. Het voorstel is verworpen. We zijn klaar. Dank u wel. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst.